Oh, ik zit zo lekker hoor. Lekker in een zonnetje. Super tof dat je kijkt naar GroenHeel Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Eigenlijk ook wakker gebeld door Vincent, maar... Oké, ik ben al een tijdje wakker. Dan zit ik, lig ik lekker en dan wil ik nog lekker op mijn telefoon liggen. Ik denk dat voor jullie ook wel herkenbaar is. Word je wakker, ga je als eerste wat je doet, altijd op je telefoon. Dat doe ik ook. Ik doe dat altijd meestal. Want mijn telefoon ligt meestal... En Gaia komt vergluren. Hey Gaia. Goedemorgen jongen. Gaia. Hey Gaia. Goedemorgen. Hey. Hey grote vriend van me. Hey grote vriend van me. Hey grote vriend. Hey. Ja, jij wil eten, hè? Maar dan ga ik eerst even douchen, jongen. Ja, dat ga ik sowieso eerst doen. Ik zit helemaal te vogelen. Gaia zit... Typisch Gaia ook, hè? Laat maar eruit gaan, want Gaia wordt hysterisch. En... die wil gaan eten, denk ik. Zoals ik. Ik wil ook gaan eten. Dus gaan we even nu uit bed. En dan even lekker douchen. Dus laten we even naar de douche gaan. Zo, dat was even lekker gedoucht te hebben. En nu maar naar Gaia toe, want die wil eten natuurlijk. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even aankleden. Dus laten we dat ook doen. En dan kan je eten geven. Dus zet de camera even neer. En tel ik tot 3. 1, 2, 3. En bam! Tada! Ik heb hem aan. Lekker gewoon even lekker relaxe kleding aan. Joggingsbroek. Lekker mooi fijner shirt. Dus dat heb ik aangedaan. En Gaia wil natuurlijk ook eten. Maar voordat ik het ga doen, pak ik even een kopje. Zo. Want ik kan gelijk ook mijn koffie gaan doen. Dan heb ik Gaia ook even eten. Ja, Gaia, we gaan even praten. Ja, ben je het mee eens? Ja, waar wil je het over hebben? Ik weet wat hij wil. Zo, ik ga even zitten. Altijd gaat hij met de pootje, gaat hij dan eraan zitten. Wil je dit? Wil je dit? Hè? Huh? Zo, alsjeblieft jongen, eet smakelijk. Dan ga ik ook gelijk even eten maken, nu koffie zetten. Dus laten we dat ook gelijk even doen. Koffie zetten. Lekker bakje poller. Voor de goede humeur. Gelijk even een lepeltje bij gedaan. En dan ga ik lekker koffie zetten. Oh, daar heb ik daar trek in, zeg. Tussen de tijd, als je koffie bezig bent, als die aan het lopen is, gooi ik het rolgordijn open. Heerlijk. Dat is wat lekkers is, eigenlijk wel rolgordijn open gooien. Goedemorgen Nederland. Good morning my friends. Oké, het zal wel. Dus gaan we even koffie doen. En dan ga ik lekker editen. Dus dan gaan we wachten op een bakje koffie. Maar deze editen net. En we gooien maar deze rolgordijn dan maar ook weer gelijk open. Het is super lekker weer. En als het elke keer lekker weer is, wat ga ik dan elke keer doen? Gaan jullie zo meteen zien. Dus ga ik even voor daar zorgen klaarmaken. Ik moet nog even dingen even opruimen, want ik had nog niet echt opgeruimd gisteren. Toen ik een TikTok ging maken, had ik niet echt helemaal opgeruimd.
dus dan ga ik het nu even doen. Zo. Dat even opruimen, dit. Zo. Hoppakee. Deze doe ik dan wel hier neerleggen. Die leg ik dan hieronder. Zo. Dit is een beetje opgeruimd en netjes. Dat is wel beter dan net. En dan ga ik nu maar even wat doen. Dan gaan jullie wel zo zien. En dat is lekker gewoon hier op de vensterbank zitten. Het is lekkerste wat er is eigenlijk. Oh, heerlijk. Lekker zonnetje, lekker raampje open. Heerlijk is dat. Geniet van het weer. Het is nog wel een beetje koud. Koud vind ik zelf om zonder korte shirt aan te trekken. Zo warm is het ook niet, vind ik, met mijn mening. Maar het is nu wel lekker, zo. Ja, echt heerlijk is dit. Ga ik er lekker van genieten. Lekker raampje open. Kan lekker luchten. Is juist ook een lekker fris geurtje. Dus ga ik dat even lekker doen. Lekker van het weer genieten. Zonnetje. Hoe lekkers kan je het hebben? Gewoon lekker in de zon zitten. Ik kan wel hier gaan voor gaan zitten. Ik weet niet. Misschien dat Rick hiervoor zit natuurlijk. Nee, niet zeker. Maar ja, hier is bij mij weer lekker warm. Dus vandaar dan ga ik liever hier zitten. Ik heb radio 1 aanstaan, radio 2 aanstaan trouwens. Want Sanne stuurt me een appje van... Mijn moeder heeft een nummer aangevraagd van Marlijn Middenburg van Moed. Toen dacht ik, weet je, ik kan het ook wel doen. Nou, ik dacht, nou, laat maar. Toen heb ik daarna wel gedaan. Heb ik een nummer aangevraagd van Marlijn Middenburg. Ik ben niet bang. Heb ik ook neergezet van... dit liedje wil ik doen. Van alle mensen met een lichaamsbeperking. Die nu toe... En voor mensen met autisme in ieder geval. Dus daar heb ik aangevraagd. Ik hoop dat hij al wordt gedraaid. Maar we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd naar. Dus gaan we het zo meteen naar verloren. Als hij aankomt, gaat... dan kunnen jullie wel weten. Maar dan ga ik nu weer lekker in mijn zonnetje zitten. En genieten. Ik zag net, hoor, net dat deze nummer echt 2001 was en hit was. Lekkere nummer is dit gewoon. Dit nummer past sowieso bij dit moment. We zullen doorgaan. Rick is even snel heen en weer, want we waren net aan het lopen. Toen was het nog wel een beetje te koud om eigenlijk nog te lopen. Want we zijn van plan om eigenlijk te lopen samen. Om weer lekker te wandelen. Maar de dagen, het wordt wel toch wel een beetje frisjes. Dus Rick is even vast aan het pakken, want ik heb even bij de vorm bij hem gezeten. Met de afstand. En toen gingen we naar buiten. We liepen al hier zo halverwege. En was toch nog wel een beetje te koud. Ja, dus Rick is ook mijn vest aan het pakken. Zijn vest. En dan gaan we opnieuw weer lopen. Zo, we zijn even met z'n tweetjes even gezellig. Even richting Gouden Bos weer aan het lopen. Even lekker wandelen. Even tussen de bosjes in. Het klinkt heel raar, maar okay. Maar wel lekker door de bosje lopen. Door de bossen lopen. Door de Gouden Bos. Even lekker. Even onderuit. Even... ja, even wandelen gewoon. En dan laten we dat even doen. Zo, dan lopen we dan in de Gouden Bos. We zijn net op de randje van de Gouden Bos. Oh, mooie bos hoor. Zo leuk, lekker altijd om door de bos te lopen. En lekker drinken bij ons, meegenomen. We gaan even een uurtje gewoon even lekker hier doorheen lopen. En dan gaan we... ja, we kunnen kijken waar we heen lopen. We kunnen hier echt door, maar we kunnen ook hier naar links. Wat zeg jij? Doe eens even normaal. Of zo, voor mensen die weten op zijn shirt staat, doe eens even normaal. Hashtag doe even normaal. Laat even, doe even ook hier beneden de reacties. Doe even normaal. Dat ik doe mensen het ook nog. Dat zou wel heel gelachen zijn. Maar we gaan dan hier naar links toe. Ik vraag altijd af, hè. Wat doet dat dingetje altijd? Is een watermeter dit? Water. Echt? Ah, weet ik dat ook weer. Dan gaan we lekker door de Gouden Bos lopen. Door de bloemetjes.
Ik zit prima. Oh, ik zit zo lekker hoor. Lekker in een zonnetje. Lekker. Heerlijk. Ik kan mijn kussen mee moeten doen. Ja, eigenlijk wel. Lekker kussen, dan kan je zo lekker liggen, weet je zo. Ja, maar dat kan je ook op je handen doen, zo. En het over je reet, jongen. Hè? Van mijn reet. Wat, hè? Van mijn reet. Dat zou je... Vind je het zo... Bankjes valt mee hoe hard de bank is, hoor. Vind ik. Ja, wacht maar, als je dan een half uurtje opzet. Ja, oké. Okay. Dan moet ik het nog even aanvoelen. Dus dat weet ik niet. Op het zeer doet. En dan voel je wel anders. Ja, dat wel. Ja, je weet het niet. Je kan niet vooruitdenken, helaas. Komt het maar. Als je vooruit komt denken. Dat je zelf, of je al of je weet dat als je op de bank zit, dat het al een beetje zeer gaat doen. Als je gaat zitten op de bank. Ja, met zulke bankjes weet je het wel. Je ligt er gewoon nog lang, ja. Dat is wel zo. Je ligt er wel hoe lang je erop gaat zitten. Ik weet niet of jullie altijd er last van hebben, maar ik heb echt nooit last van gehad. Jij wel dus. Ja. Ik niet. Dus dat is het verschil. Heerlijk van de zon genieten. Heerlijk. Niet gaan slapen. Zo, stel je voor, ik zou in deze raam allemaal kijken zie ik dat ik in slaap val. Nou, zo snel val ik ook niet in slaap hoor. Jij wel? Of het lekker ligt of niet? Ja. Ja, oké, dat is ook wel zo. In dit geval. Nou, voor het liggen is het niet lekker. Maar om wel even af en toe even zo. Even onderuit, eventjes wel lekker. Zonder je bakkes, heerlijk. Dan gaan we denk ik zo meteen die kant op lopen, denk ik. Over die brug daar zo. Toch? Ik weet niet of ik denk dat heel veel mensen dat hebben gedaan. Altijd ga je weg. Zit je in een bos of bedoel je, ga je op een bankje zitten en dan ga je dingen tekenen. Ik heb dat nooit gedaan eigenlijk. Maar ik denk dat wel heel veel mensen dat doen. Laat even weten in de reactie of je dat wel eens gedaan. Dingen op getekend hierop. Daar ben ik wel benieuwd naar. Als je trouwens echt heel stil bent, hoor je alle vogeltjes. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Het is toch rustgevend. Laat even weten in de reacties of jullie die vogeltjes horen. Ben ik wel benieuwd naar. Daar zitten we dan. Met tweeën. Op een bankje. Met een afstand. Wat een woord hoort. Hè? Hoe het niet wordt? Terug naar het normale leven. Ja, eigenlijk liefste wel, dat onnormaal leven. Maar ja. We hadden het net ook wel even over gehad met z'n tweetjes. En sommige dingen zijn gewoon te privé. Hoe we erover denken vind ik zelf. Maar iedereen heeft eigen denk erover natuurlijk. Laten we het zo zeggen, wij willen allebei in ieder geval normaal leven. Dat is het enige wat we kunnen zeggen. Ja. Ik vind deze rond hier in deze kant op. Ja, zullen we doorlopen? Hoe? Oh. Wat die kant op? Op die berg. Ik zou dan, als je dat wil, over de berg daar zo. Oh, je wilt daar zo zijn. Dan moet je gewoon echt naar gaan springen, denk ik. Tweede vraag, of je dat gaat redden, het slootje. Nou, dan gaan we die kant op lopen. Ja, dan gaan we lekker weer wandelen met z'n tweetjes. Oh. Dat is zo irritant. Ik weet niet of je zo herkenbaar is. Heeft je broek aan dat hij die hele tijd afzakt? Ja. Zo, dat is zo irritant. Dan denk je eerst toevallig, ah, ik ken gewoon die broek aan. Ga denk ik vast niet afzakken. Ben je halverwege op je werk, weer aan werken. Zal er af en toe vaak gewoon je broek aan. Oh, zo irritant. We gaan even lekker verder lopen. Lekker door de bos. Dit is even een andere route dan een week terug natuurlijk. Het is nu al een week geleden dat we hier zijn gelopen. En nu zijn we weer terug naar een week. Weer door het bos. Lekker wandelen. We zitten in een zo lastige situatie. We kunnen hierheen, maar hij wil natuurlijk naar de berg toe. En dat is die kant op. Dus we gaan even kijken en we kunnen ook kijken van wat gebeurt als we die nemen. Of zeg ik doe het normaal. Recht zo die gaat. Dus we gaan even kijken of het hier lukt. Het is niet echt een pad om doorheen te lopen, maar we gaan er gewoon even doorheen.
kijken of we er toe komen. Ik ben wel benieuwd. Oh, het lekkerste is eigenlijk door de bossen lopen. Die natuurgeur. Echt die natuur. Het is zo lekker om te rijden. Ja, volgens mij komen we er wel, hè? Volgens mij is het daar het. Ik weet niet of jullie tussendoor kunnen zien, want daar zit het. En een vogel. Is hij nog goed te kijken of niet? Huh? Daar is het toch? Maar? We zitten allebei zitten we te kijken hoe we moeten. Ja, rond hier heb je alleen een brug naar links. Ja, daarom. We gaan gewoon die kant op. Had ik toch gelijk, dan beter die route wil. Zij het toch? Je moet even normaal doen jij. Ja. Pas gewoon echt bij jou, hè? Puls. Oh. Weet je wat ook nu is? Doordat de zon op de water schijnt, kun je de water nou goed zien. In de sloot hier zo. Dat wel, ja. Het ziet best wel vies uit. Ik weet niet of jullie al kunnen zien, maar hij zag echt vies uit. We gaan even kijken of we deze pad kunnen lopen. We gaan het even zien. Ik hoop dat we wel komen eigenlijk. Anders hebben we voor deze pad niks gepakt. Rick? Al die mensen. Ik dacht dat het echt druk zou zijn in het bos. We zaten er nog te twijfelen. We zaten eerst bij Rick. Ga die kant op. We volgen Rick. Volgens mij moeten we nog een pad erheen, want daar is je berg. Jij zit echt heel rustig te lopen te afwachten. Kijk, we lopen wel goed. Daar moeten we zijn, bij die berg. Volgens mij komen we net uit waar we net uitkwamen. Nee. Lemmer, hier al. Want als we hier rechtdoor lopen, let maar op. Als we hier rechtdoor lopen, komen we weer bij die bankjes uit waar we net zaten. Wedden? Zij toch, je moet even normaal doen. Bij ons gebeurt er ook wel iets. Oh. Wij moeten terug. Hey, niet met mijn achternaam spotten. Kost geld voor jou. Dat is 5 euro. Heel gauw. Dus we gaan weer terug. Welk pad we waren. Oh, dit vind ik altijd wel mooi. Zo door die bosjes lopen. Zo helemaal door de oerhout. Al die takjes. In de weg smijten. En een pleurbij dan weer wel. Lekker handig. Het gaat totaal niet goed wat we willen. Kijk. Hier loopt er gewoon helemaal dood. En we moeten daar zijn. En dat lukt ons niet. Dus we moeten even kijken hoe we gaan doen. Hoe we gaan lopen. Of kan dat wel? Ja, oh nee, wacht. Ik ken wel. En dit komt heel veel bekend voor. Wat is daar nou? Oh, barbecue. Mensen hebben hier de barbecue zo te zien. Nou. Ook niet? Ook nog. Zitten we met de sloot. Hoe komen we daar? Ja, ik zeg die kant op wel anders. Nee. Huh? Nee, maar dat kan niet. Want het enige wat we konden is rechtdoor en naar links. En we zijn toen links gekomen en zijn bij die bankje uitgekomen. Ja, ik denk dat we daar weer lijkt naar rechts. Zou kunnen. Dat weet ik niet. We gaan even uitvogelen met steentjes. Wij hebben besloten, we geven het op om naar bij de berg te komen. En we zijn ergens achter gekomen. Is die berg hoort bij je begraafplaats. Want als je die kant op loopt al en je gaat dan naar rechts, kom je bij je begraafplaats uit. En dus dat hoort bij je begraafplaats. Ben ik net achter gekomen in ieder geval.
Ik zag al steentjes liggen wat bij je begraafplaats hoort. En dus dat zijn we nu achtergekomen dat er bij je begraafplaats hoort. Wacht. Ja, kijk, want hier begint de gouden bos al als je kijkt op het bord. Zie je? Want hier zitten we nu. En je kan twee manieren zo te zien bij gouden bos. Voor mij is dit niet eens gouden bos waar we lopen. Of wel? Nee, dit is hier zo. Wij zitten in dit gebied. Ja. En wij zijn nou hier. Ja. Dus daar is... Of zo is het wel bij elkaar. Goeie vraag. Maar we gaan dit misschien wel vaker doen in ieder geval om door gouden bos te lopen. Of niet, Rick? Hè? Het is wel even lekker om door de gouden bos te lopen eigenlijk. Maar we moeten nu terug, want we moeten ook nog eten natuurlijk. Want het is al 6 uur geweest nu. Dus gaan we nu richting naar huis weer toe. Lekker even terug wandelen. Weer naar huis toe. Want even lekker door de gouden bos. Lekker zitten kletsen. Onderweg ook. Tussendoor. En nu weer richting huis toe. Rick, jij hebt wat te vertellen over mij, hè? Wat? Jij hebt wat te vertellen over mij, hè? Want wat is net gebeurd? Ja, het is levensgevaarlijk om met hem op pot te gaan. Zonder pot. Ik ben bijna de wereld. En vertel eens hoe. Ik mis een stoepbrandje. Ja, ik ben zo onhandig. Ik ben gewoon team die onhandig is. Laat mij onhandig zijn. Gebeurt dat niet op de fiets, dan is het lopers. Ja, want voor mensen die niet weten, of voor de nieuwkijkers ook, ik heb... voor mij is dat weer bijna een jaar geleden. Jaar geleden, bijna een jaar geleden in juni. Nee. Ja, voor mij deze maand. Wacht, ik ga eens even kijken op Facebook. Want voor mij heb ik op Facebook geplaatst. Op mijn Instagram. Ik ga gelijk even kijken hoe lang dat geleden is. Echt, dit is echt wel heel lang geleden. Volgens mij nog. Ja, na de vakantie volgens mij, hè? Dat was in de zomervakantie. Voor ergens in juli. Of juni. In ieder geval bijna een jaar geleden. Wacht, ik ga wel even datum meten. Ik ben wel benieuwd naar. Het was na de vakantie. Ja, dat weet ik ook. Na de vakantie. Nou, we zijn in juni zijn we op vakantie gegaan. Ja, juni tot en met juli. In juli gebeurd. Even kijken hoor. Juli, augustus is gebeurd. Ik ga eens even kijken. Oh, ik ga nu te ver. Oh, ik weet niet of dit oké vind, maar dit is zo'n oude foto van ons twee. Zo! Nee, ik heb hem niet op Facebook geplaatst, maar ik heb wel op Facebook geplaatst dat ik in Mutella zat. En dat is in 19 juli geweest. Het is ongeveer die maand gebeurd. Ja, toen van de kant heel kwam. Ja, dat is week daarna volgens mij is dat gebeurd. Week daarna is dat gebeurd dat ik mijn sleutelbeen gebroken. Ik kan... Hey. Ik kan ook precies vertellen, shout out naar hem in ieder geval. Ik kan precies vertellen hoe het gebeurd is. Wij waren samen uit geweest naar de Friends. En bij mij in de buurt, bij mijn huis, ik kan niet precies vertellen waar. Maar dan ben ik bij de hefbrug ben ik naar beneden gaan fietsen. Oké, logisch, dat hoort, normaal fietsen. Maar wat dacht ik? Dat kan vast wel om met mijn voeten bij mijn wiel neer te zetten. Want voor mensen die niet weten, hoe kan ik het uitleggen? Je kan je voeten kwijt bij je voorband, heel klein beetje kwijt bij je wiel. En daar had ik mijn voeten neergezet. Of een soort van een beetje, je moet een beetje zien, voet omhoog doen. Zo kan je ook een beetje vergelijken. Voet omhoog en dan gewoon je stuur vasthouden. Dus niet trappen. En verder niks. Maar er gebeurde iets dat ik op een moment voor mij om ging kijken volgens mij. Naar jou toe. Ja, want ik en ik keek daarna weer naar voren en ik zag de stoeprand. Boom, daar lag ik. Alweer. Om me snuffert. En jij schrok je kapot volgens mij, of niet? Nee, dat gebeurde. Ja, want jij hoorde klap, zei je toen? Ja. Zo, maar die klap was hard hoor. Echt, ik kan letterlijk wel eerlijk toegeven, want ik had... gat in mijn tong. Nou, dat deed als eerste zeer. En daarna... Wacht even een momentje, want ik heb hier nou iets vertellen over dat. En daarna... deed hier zeer. En dat kun je nog zien, dat het nog gebroken is.
Want het is echt nog heel goed te zien. En we zitten net, op de net over gehad samen. Dit is raar dat dit eigenlijk nog hangt. Dit eigenlijk. Hoe kan dit? 28 met 26 april. Nou, dat is 26 april is nu. En dat hangt er nog steeds. Want we hadden het over gehad, dat kan je toch best eigenlijk eraf halen. Of vind ik nou gek? Maar we gaan nu richting huis. En dat was een verhaal hoe ik me sleutelbeen brak. Blauw duimpje als je een leuk verhaal vond. En we gaan nu maar bezig om eten te maken, zoals shawarma. Want ja, daar heb ik ook nog over, dus daar heb ik in ieder geval eten. Dus laten we dat ook lekker klaarmaken. Ik zie hier wel wat meer. Ja, ik heb best wel trek. En vraag je of je mijn pan heb je toch al gebruikt? En die lepel heb je het ook al gebruikt? Ja, maar die heb ik net toevallig snel even afgewassen. Net lekker wezen wandelen, wat jullie al zagen. En was even lekker gezellig. Lekker van de zon genieten. Alleen we hebben wel in de gaten hebben gehouden is dat als we liepen buiten, dat best wel wat wind was. En als we gingen bij Rick voorzitten, dat wind stil is. Heel apart, maar oké. Was even wennen. Was even vragen voor, daarom hebben we vesten aan meegenomen en aangetrokken. Nu, maar lekker dadelijk eten, lekker shawarmen met wraps. Alleen, ik had een knoflookje gebruikt. Maar die is helaas bijna op. Want dit heb ik nog over. Maar ja, dan moet ik hem even mee doen. En ja, op is op vind ik maar. En dan ga ik nu maar wachten op het eten tot hij klaar is. En dan ga ik lekker eten. Oh, dat zit lekker om me helemaal aan de buik. Ik ben net klaar. Maar ik was vergeten dat ik nog koffie had staan. Nou, ik ging mijn koffie lekker op gemakje halen. Pakken eigenlijk. En ik loop naar mijn koffie te pakken. En ik rij een partij geur en ik zag Guy al daar zitten. En heeft hij lekker een geurtje achtergelaten. Godschikkenijnen. Wat kan die partij bounty laten, om zo te zeggen. Hé hey, Guy, jij kan er eentje laten, hè? Ik weet niet of jullie kunnen zien. Daar in de hoekie. Hier zo. Zit die. Ja, je kan een partij bounty laten, jij. Heb je goed gedaan, jongen. Wat was dat smerig om te ruiken. Oh. Maar heerlijk lekker bakje koffie. Ga ik lekker even bijkomen van de net van de wandelen. Even van genieten. En van het ene natuurlijk even eten laten zakken. Voor mensen die weten, wat ben je allemaal aan het dansen? Wat ben je allemaal aan het zingen? Buurvrouw kwam er mee met een foute uren en dat is nu op Twitch. Eigenlijk kan ik vertellen is vandaag Koningsnacht. Zondag de 26e Koningsnacht, vandaag 26e van mei. En Koningsdag. Voor jullie is het al geweest natuurlijk. Going, going, go! Lekker! 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 Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Ruud! Lala! Ga zien op die lolly en ga ga ga! Ga zien op die lolly en ga ga ga! Ga zien op die lolly en ga ga ga! Let it snow. Let it snow.
and snow. Let it know. Turn away your feelings and shut the eye. I didn't care. The feeling is so near. Don't let me put it on. Don't let me put it on. Don't let me put it on. So yeah, oh yeah, lay. If you think that you're the truth. Oh yeah, lay. Doe met me mee, zo ze, oh ja, lele. Zing met me mee, oh ja, oh jee. Dansen op de beat, yo, we stappen op de beat, yo, we stappen op de vloer. En geef er één nummer, want het is wat? Wat? Squat. Het is bijna 1 uur. Ik zat lekker de hele tijd nog muziek te luisteren. Maar ik hoor Kanya gek doen. Kanya, waar ben je? Laat me raden. Oh, ik voel me dan mijn voet slaat. Kijk hier tussendoor. Nee. Ga even kijken. Wat ben je aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Hey, boeg? Hey. Wat ben je aan het doen? Hey, vind het lekker, jongen. Vind het lekker. Hè? Geëit te worden. Hm? Wil je even aandacht? Hé, Ganja? Nou, die Ganja is gewoon een drukke beestje. Kijk of die komt. Ganja! Kijk, hier sowieso. Kijk, daar heb je hem hoor. Daar heb je hem. Hé, Ganja. Oh, geweldig dit ben ik, Ganja. Ik ben te bang als ik te lang neerleg, echt te lang houd, dat hij sowieso bij krabbelt. We kijken hem loren dan. Hey, poef. Geweldig beestje ben jij ook, hè? Kijk dan staan daar zo, joh. Ja, wat ben je aan het doen? Wat is je? Wat is je, jongen? Hey. Maar deze muziek is ongelooflijk lekker. Er waren een paar muziekjes die ik helemaal totaal niet kende. Maar ik heb ervan genoten, deze muziek. Dus ik wil een dikke shout-out geven aan deze organisatie. Want als het goed is, zijn ze van Gouda. Want het zijn de mensen van Gouda. Even kijken, ik kan het zo opzoeken. Oh nee, wacht. Mijn telefoon kan ik zoeken. Want mijn buurvrouw, wat ik wil zeggen, is mijn buurvrouw kan erbij van dit Foute Uur muziek. En het heet Studio Grons. En dat zijn mensen van Gouda waarschijnlijk. Want mijn buurvrouw had het tot een link gestuurd via DM. En even kijken hoor. Ik moet weer naar Facebook. En vergeet ik, dat is in de andere Facebook. Ik heb 3 Facebook namen. Oké, even kijken. Ja, zit in Gouda. En dikke shout-out naar deze mensen.
En want dat ze mee hebben gedaan, dat ze dit doen voor Nederland, om zo te zeggen. Gouda zit voor mij echt heel dichtbij in de buurt. 5,1 afstand hier zo. En Gaia zit daar zo ineens. Hey Gaia. Kijk als ik hier op die bonk ga krabben. Ja, hij zit daar zo. Kijk of hij gaat spelen. Ja, hij zit te loeren. Kijk of het deze. Ja, aan de kant. Schok maar rot. Hey, ik schrik je van je jongen. Hey, ik schrik van jou. Oh, deze nummer is ook lekker. Ik kom allemaal zo'n nummers tegen die ongelooflijk lekker is om te luisteren. Echt ongelooflijk lekker. Oude muziek. Ik denk van Jemina. Dat is lang geleden dat ik gehoord heb. Alleen een snorlijke bolletje heb ik niet gehoord. Maar ja, helaas. Dat is een nieuw liedje natuurlijk. Dat is niet oud en voor mij is allemaal foute nummers van vroeger allemaal, denk ik. Maar, dat kan ja die daar zit. Echt, dat is er eentje jongen, ik wil net afsluiten. Dus ik kan je weer vervelend doen. Kan je, wat ben je allemaal doen? Kijk, dit doet hij zo vaak hè, die rand. Je ziet hier helemaal weer meneer van schuldig. Herkenbaar, typisch kan je. Maar, wat ben je allemaal doen? Wat ben je al panisch aan het doen, joh? Ik weet echt niet wat ik met hem aan moet nemen, hoor. De reactie van hem. Maar nogmaals, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Want ik ga nu lekker mijn bedje in. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers hier. Gewoon een heel vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij. Laters. En net ook wezen bellen met Sanne, Veerle en Vincent. Was super gezellig. Met Koningsdag gaan we ook iets leuks doen. Maar we gaan vieren. Of met meerdere. We proberen met meerdere. Maar dan moeten we even aan kijken hoe we dat allemaal gaan regelen.